Vandaag in het Omroep Tilburg nieuws. Bewoners testen nieuwe stroomversnellingwoning en kinderen kunnen weer volop buiten spelen in de wijk Stokhasselt. Mijn naam is Sharona Laurijsen en welkom bij het Omroep Tilburg nieuws. Nog geen maand geleden opende de kennismakerij van Bibliotheek Midden-Brabant de deuren en ze hebben nu meteen al een IVI Award in de wacht gesleept. Met deze prijs wordt innovatie binnen de informatiebranche gestimuleerd. De proeftuinbibliotheek De Kennismakerij is genomineerd voor de Award van Innovatie voor Informatie. Dat is een stichting die ruim een half jaar geleden is opgericht. Met als doel om innovatie te stimuleren binnen informatieverschaffende instellingen. De bibliotheek is, Bibliotheek Midden-Brabant is hier nu voor genomineerd met onze vestiging, de nieuwe vestiging, de kennismakerij. De proeftuinbibliotheek waar wij mee gestart zijn in de inspirerende omgeving in de spoorzone in Tilburg. Naast de award maakt de kennismakerij kans op een geldbedrag. De functie van de bibliotheek in onze maatschappij die is aan het veranderen. En dat betekent onder andere dat wij zeggen wij gaan van collectie naar connectie. En van kennis overdragen in de nieuwe tijd naar kennis delen. En een van de middelen die we daarbij gebruiken is programmeren. Dus het bedrag zou fantastisch welkom zijn in ons programmabudget. De proeftuinbibliotheek is uniek en daarom een goede genomineerde voor de IVI Award. De uitreiking is op 18 november. En het zou geweldig zijn als trotse Tilburgers ons ondersteunen door te stemmen. Afgelopen zomer werd er door Tiwos en Ballas Nedam een zeer zuinige stroomversnellingwoning gebouwd. Dit huis wekt zelf energie op. 7 tijdelijke bewoners gaan er nu logeren om de woning te testen. Tijdens hun verblijf testen ze verschillende omstandigheden in en om het huis en houden ze de resultaten bij in een logboek. De stroomversnellingswoningen zijn in een aantal dagen helemaal energie-neutraal gerenoveerd. Dat betekent dat de bewoners die hier dadelijk in komen wonen, die hebben geen elektriciteitsrekening meer, geen energierekening. Het gas gaat er helemaal uit, dus we wekken alle elektra op met een warmtebron in het openbaar gebied, onder de parkeerplaats. En met zonnepanelen op het dak. En op die manier heb je hier eigenlijk de meest duurzame woning van Tilburg. Het bouwbedrijf Ballas Nedam ziet deze woningen als een enorme kans. Want woningen zoals deze huurwoningen, die zijn er echt miljoenen in Nederland. En als wij een product kunnen bedenken wat wij in enorm snelle tijd hier neer kunnen zetten, zodat we een woning energie-neutraal kunnen renoveren. Waarbij de huurder, corporatie, gemeente en bouwbedrijf eigenlijk er allemaal beter van worden. Ja, dan is het gewoon een enorme kans om heel veel werk binnen te halen en daarmee ook echt iets bij te dragen aan een duurzame samenleving. Toen aan de buurt werd aangekondigd dat ze konden proefwonen, wisten de bewoners niet wat zij konden verwachten. De beste manier is om mensen het echt te laten ervaren. Dus het is gewoon een hele andere woning. Het vraagt toch wel om een andere manier van wonen. Dus we hebben gezegd, nou, als de woning klaar is, we nodigen jullie uit. Als je dat wil, mag je daar 2 nachtjes in slapen, 3 dagen. En dan willen we heel graag van jullie horen van wat je daarvan vindt. Vanaf 29 oktober kunnen kinderen in de wijk Stokhasselt weer volop buiten spelen. De hele openbare ruimte is namelijk gebruikt om het grootste speelparcours van Nederland te maken. De gemeente Tilburg en Jantje Beton hebben de handen ineengeslagen om maar liefst 2000 kinderen tegelijk zichzelf in de buurt te laten uitleven. Het speelparcours door de Tilburgse wijk Stokhasselt is op een feestelijke manier geopend. Nou, we hebben in Stokhasselt de afgelopen ruim 4 jaar hebben we een speelbuurt samen met de kinderen en de bewoners, de gemeente en andere lokale professionals opgericht. En een speelbuurt, dat betekent eigenlijk dat we speelplekken hebben heringericht. Dat kan zijn een schoolplein, maar dat kan ook zijn het park of een buurtplantsoentje. En die plekken die hebben we met elkaar verbonden door middel van een route. En dat klinkt heel statisch, maar dat is het niet. Dat zijn eigenlijk, tijdens die route komen kinderen allerlei speeldingen tegen. Dingen plat op de grond, zoals cirkels en cijfers, waar ze zelf spelletjes mee kunnen verzinnen. Maar ook een speelhuisje waar ze even in kunnen zitten om samen te komen en even te kletsen. En er zijn ook veilige oversteekplekken. En dat alles heeft eigenlijk tot doel om voor kinderen te zorgen dat zodra ze de deur uitgaan, ze leuk en avontuurlijk kunnen buitenspelen. En ook veilig zelf van de ene plek naar de andere plek kunnen komen. Jantje Beton en gemeente Tilburg zijn de initiatiefnemers van het speelparcours. Jantje Beton heeft de gemeente benaderd. Dus je kan eigenlijk zeggen dat Jantje Beton als eerste heeft geïnitieerd. En de gemeente is daarin meegegaan. En daarbij wil ik toch wel zeggen dat de kinderen ook initiatiefnemer zijn. Want zij hebben ons echt gegidst eigenlijk waar het nu om ging en wat er beter kon qua buitenspelen. We hebben gekozen voor deze plek omdat een schoolplein bijvoorbeeld al de plek is waar kinderen heel veel al van nature buitenspelen.
tijdens de pauzes en ze komen er elke dag. Dus dat is al een hele belangrijke speelplek in het dagelijks leven van kinderen. Dan hebben we gekozen voor de parken. Dat is een andere hele belangrijke speelplek voor gezinnen ook. En die hebben we met elkaar verbonden. En waarom niet alles? Ja, dan wordt het niet helemaal duidelijk dat er een route is, want dan kun je wel door elke straat heen een speelroute aanleggen. Dus we hebben echt gekozen om de hoofdspeelstructuur te verbinden met elkaar. De hele speelbuurt was alleen te realiseren met geld. Gelukkig hebben veel mensen hun steentje bijgedragen. En dat geld hebben we gekregen doordat er allerlei scholen en verenigingen voor ons loodjes verkopen en de collecte met de collectebussen langs de deur gaan. Dus het is voor ons ook heel belangrijk dat iedereen zich daarvoor inzet, zodat we nog meer van deze plekken kunnen realiseren. Want dit is een heel groot project wat dient als inspiratie voor anderen. En we hopen dat ook echt dat het navolging krijgt. Dus ik zou zeggen, steun Jantje Beton daarbij. Dit was het Omroep Tilburg nieuws voor deze week. Voor meer informatie kun je terecht op onze website. En heb jij nieuwstips voor ons, stuur dan een mail naar redactie@omroeptilburg.nl. Mijn naam is Sharona Laurijsen en ik wens jullie allemaal een mooie dag.